Teleurgesteld. Misschien op je werk, relaties uitgegaan. Misschien nog erger. Je bent je dierbaren verloren. Ik kan me best voorstellen dat je op zulk moment boos bent op God. Dat je er helemaal klaar mee bent. En dat je misschien ervaart van, God luistert niet naar mij, in mijn aanbidden naar hem toe. Maar toch mag je weten dat de Heere, ondanks dat, alles van je, alles weet van je. Dat zegt Psalm 139. Hij ziet ons en hij weet alles. Hij kent ons door en door. Beter dan wij, dan dat wij onszelf kennen. Hoe bijzonder is dat? Ik wil een stukje tekst lezen uit Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En hij heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. In dit stukje staat dat er een dag zal komen waarop elke knie zal buigen en elke mond zal belijden dat Jezus de Heer is. Hij alleen is onze aanbidding en lof waardig. Op een dag zullen alle mensen erkennen dat hij de Heer boven alles is. Niet alleen de mensen die ervoor hebben gekozen om hem te aanbidden, maar ook de mensen die zijn gratis geschenk hebben afgewezen. Dan zullen alleen de mensen die voor hem gekozen hebben de eeuwigheid met hem doorbrengen. Volgens de schrift zullen de mensen die hem ontkend hebben de eeuwigheid doorbrengen met Satan en de gevallen engelen die reeds en al veroordeeld zijn. Mijn vraag is, ken jij de Heere Jezus al in jouw leven? Waarom zou je nog wachten om hem aan te nemen? Waarom zou je hem negeren? Waarom zou je stout doorleven zonder hem? Ik wil vanavond met jullie meegeven dat je nu nog de tijd hebt, dat het nu nog kan, om tot Jezus te gaan in gebed. Om je leven voor hem neer te leggen. En misschien je zonde of misschien je andere bezigheden waar je vast aan zit, om dat voor hem neer te leggen. Als je ergens mee zit of als je ergens niet mee los kan komen. Zet al vanavond die eerste stap. Ga naar het luisterend oor. En ga samen met hun in gebed naar de Heere toe. Dat wil ik jullie echt op jullie hart neerleggen. Ga niet verder leven zonder hem. Zonder Jezus. Laten we gaan bidden. Voor het tweede gedeelte. God, Vader in de hemel, u die vanavond hier zo ons samengebracht heeft, in vrede en veiligheid om naar uw woord te mogen luisteren. We mogen u dankbaar zijn dat we die vrijheid mogen hebben om bijeen te komen, om zo stil te mogen staan bij het thema, aanbid jij Jezus. O Vader, wat kon ons hart en ziel op sommige momenten toch zo onrustig zijn? Zou dat komen door de zorgen van het leven hier op aarde? Zou dat komen door de verkeerde keuzes die we maken zonder u? Of doordat we van twee walletjes blijven eten, dat er iets tussen ons en u in staat? Of zou dat komen doordat we u negeren en we star door blijven leven in de zonde? Wat verschrikkelijk zal dat zijn. O Vader, we bidden dat dit laatste niet het geval mag zijn. Mocht dit wel zo wezen, dan bidden we om kracht en wijsheid dat onze harten gevuld mogen worden met uw liefde, vol van goede tierenheid. Dat we mogen breken met de zonde, bekeren teweeg mag brengen en dat de geest in onze hart mag regeren en we onszelf aan de kant mogen zetten.
O Vader, leer ons om gehoorzaam te zijn. Leer ons om te worden als een kind. Kneed ons naar uw beeld, o Heer. Want u verdient alle eer, lofprijzing en aanbidding. U zag de noodzaak, toestand van de mens. Hoe verloren we erbij lagen, hoe diep gevallen we waren. U heeft ons voorzien van een noodplan. Deze is volbracht door uw enige geboren zoon, Jezus. We mogen uw noodplan aannemen, hem aanbidden. Mochten we dat nog niet gedaan hebben, o Vader? En we onszelf nog zo dwars zitten, kneed onze harten dan toch, o Heer. Dat onze harten niet verhard worden tegen u, maar dat onze harten zacht mag worden en gevuld mag worden met uw liefde en rijkdom van genade. Dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. En als een liefdelijke reuk van de Heere Jezus Christus mag zijn. En dat zijn koninkrijk mag uitbreiden. Vader, we bidden om een zegen voor het tweede gedeelte. Geef uw woorden in de mond van Marcel en Evert. Dat dit tot zegen mag zijn voor ons. Zegen het werk van Stichting Jij Daar. Dat we jongeren mogen bereiken. Op de avond zelf. Of via social media. Of via YouTube. Als de mensen dat mogen luisteren. Dat ze geraakt mogen worden. Met uw evangelie. Dat ze uw liefde mogen zien. Uw rijkdom mogen zien. En dat ze verheugd mogen worden in u. Breid zo het koninkrijk van God uit. Ook hier in Nederland. Vader, dit vragen we niet omdat we verdiend hebben. Dat hebben we totaal niet verdiend. Het is onverdiende genade die u gegeven hebt door uw Zoon. Dit vragen we uit de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan nu eventjes kijken. Ja, Jezus, hoop van volken, gaan we zingen.
kan dus twee dingen betekenen. Of jullie hebben echt heel veel vragen, of Marcel heeft zoveel vragen opgeroepen dat niemand het snapt. Of, ja, dit zijn echt heel erg veel vragen. Dus Marcel gaat even kort een paar vragen mondeling, die ik mondeling krijg, beantwoorden. Ja, ik heb een aantal vragen gehad. Ik kan het hier over alles zeggen. Dat is ook mijn eerste antwoord. Ik heb er wel bewust voor gekozen om het thema te bespreken, die misschien wel een beetje verrassend te starten ook. En bij een aantal punten dacht ik wel van, oh, maar hier zou je pastoraal gezien, hier zou een jongere misschien ook wel het verkeerde kunnen concluderen. Dat gevaar heb je natuurlijk altijd als spreker. Als je een punt zo concreet mogelijk duidelijk wil maken, dan heeft het altijd verbinding met andere dingen. Zo zou je kunnen zeggen, ja, maar Marcel, zo sterk focus op die aanbidding van God en dat eren van God, dan krijg je bijna de indruk dat God niet met een hart van liefde zijn zoon naar deze wereld stond. En dat het niet vol van ontferming en genade is dat hij naar ons omzag. Nee, het ging gewoon om zijn eer. Beetje dat zakelijke, zeg maar. Ja, dat kun je concluderen naar die boodschap. En ja, als je alleen maar vandaag hoort en je bent maar één keer op een jijderavond en daarna nooit meer, dan zou die eenzijdigheid wel eens heel kwalijk kunnen uitwerken. Maar ik ga ervan uit dat je christelijke opvoeding hebt gehad, dat je wel vaker bij jijdaar komt, dat je geregeld een preek hoort en dat dit eens in de velen is. En dat dan een eenzijdigheid op dit punt wel goed is. Dat je even helder hebt van, het gaat om die eer van de Heere. Je bent er niet mee geholpen als iedere preek of iedere lezing altijd alles van Genesis tot aan de Openbaringen weer, ja, het weer helemaal weer volgekoud wordt en weer platgeslagen wordt. Dus ik heb er wel bewust voor gekozen om dat aspect van de liefde, de ontferming, de barmhartigheid van God. Nou, ik heb het volgens mij wel een keertje genoemd, maar het is inderdaad waar. Dat was niet het thema van de avond en ik heb het ook wel bewust een beetje laten liggen. Terwijl als je me zou kennen, weet je dat ik ook wel heel erg vol ben van de liefde en de goedheid van de Heere God en dat ik daar graag over spreek. Maar als het gaat over die eer van de Heer, mogen we ook wel daar eens gewoon even een streep neerzetten. En dan zetten we gewoon een punt. En dan zeggen we gewoon even niks. Dat is soms ook wel eens goed voor ons eigen hart. Ik kreeg ook nog een vraag van, ja, Marcel, op een gegeven moment eerst heel lang over geen vreugde vinden in hem. En dan opeens wel vreugde in hem. Maar hoe vind je dan die vreugde? Jij vond het. Maar hoe vind je als jongere die dat nog niet heeft, hoe vind je die vreugde dan? En tegen een van de personen die ik sprak net in de pauze zei van, ik zeg, het mooie van die vreugde van God is, het lastige van die vreugde van God is dat op afstand toekijken, volgens mij zei ik het ook in de lezingen, op afstand toekijken, dan kijk je ernaar en dan snap je er niks van. Als ik terugdenk aan mijn eigen tijd voordat ik tot geloof kwam, snapte ik dat ook niet. Wat heb je nou echt in Jezus gevonden? Ik kan dat wel met mijn verstand bedenken dat ik hem nodig heb vanwege de vergeving van zonden, vanwege het komende oordeel, maar echt het geheim snappen van vreugde in God, dat kwam pas na de mate ik dichter bij de Heer Jezus kwam. En ik denk dat dat het geheim is. Dat de Heer Jezus dat geheim van zijn koninkrijk, het geheim van de vreugde in hem vinden, niet op straat gooit. Maar dat hij zegt, dat geheim, daar moet je mij op vertrouwen. Daar moet je voor dichterbij komen. En alleen in mijn nabijheid zul je vinden wat ware vreugde is. Dus kan ik niet op een afstandje roepen, nou ja, daar is de ware vreugde en dat jij op dat moment die ware vreugde vindt. Alleen in de nabijheid en ontmoeting dicht bij de Heer Jezus, met een hart wat zich overgeeft aan hem, wat vertrouwend, met val en opstaan. Hey, ik vraag geen volmaakt geloof, maar ik vraag een geloof wat zegt, Heer, ik heb u nodig. Zonder u verlies ik het doel van mijn bestaan. Ik verlang ernaar om u te dienen en te eren. Help, kom over en help. Dan ga je het merken. Vreugde, loutere vreugde, is bij u, Heren van eeuwigheid. Echt waar. En heel praktisch. Ik ben sinds januari bezig met een dagboek van Piper. Onwankelbarevreugde.nl. Zoek het op. Mij zegent dat dagboek me enorm. Enorm. Meer dan ik van tevoren had kunnen denken, zegent het mij. En ik ga niet over de zegeningen. Maar als ik het zou kunnen uitlenen aan je, doe ik het graag. Dus begin er eens aan. Aan zo'n dagboek volgen van Piper. 2-3 minuutjes per dag. Heet Onwankelbare Vreugde, daar ging het over. Het lift je hart op naar boven. En het is echt niet zo dat al die dagboekstukjes iedere dag even direct tot je spreken. Maar van de helft was het voor mij nieuw, vernieuwend. En merkte ik dat het mijn hart die dag wat deed. En dat het me of dichter bij God bracht of me in de spiegel deed kijken. En me tot bekering bracht. Dus ja, dat is iets heel praktisch. Dat helpt mij dan. En daarom eens een keer met vrienden over appen en zo. Helpt echt. Filmpje. Zullen we dat doen? Ja. Nou, ik heb een filmpje meegenomen. En wat mij wel mooi lijkt om dat filmpje even met elkaar te bekijken. 2-3 minuten. En dat we daarna met elkaar daarover in gesprek gaan. Want ik was natuurlijk wel heel veel aan het woord. En nu weer.
En dank je wel voor al die luistervaardigheid van jullie. Maar ik vind het ook wel mooi om naar aanleiding van het filmpje dat jullie even met elkaar over dat onderwerp doorspreken. Over aanbidding en hoe dat in jullie leven gaat. Dus ik weet niet of Lennart het filmpje klaar heeft staan. Iedereen aanbidt iets. En dan kunnen we hem kijken. En daarna zou het mooi zijn als je naar aanleiding van dat filmpje, als hij gestopt is, dat je even met je buurman, buurvrouw, met z'n tweeën, drieën, een paar minuten de tijd neemt om daarover na te denken. Van op welke manier aanbid ik dingen of aanbid ik God? Waarom gaat dat me heel goed af en vind ik daar vreugde in om het te vreugde vinden in God? Of waarom is dat lastig? Bespreek dat eens met elkaar. Persoonlijk, vrij direct, maar begin er maar aan vanavond. Laten we zien, Lennart. What is God's glory? Wow. Everyone worships. Sure, not everyone wants to call it worship or even think about what they're doing. But everyone worships something. Everyone has some ultimate thing that they center their life around. Something or someone that they hope will give their life meaning or purpose. For some, it's religion. For others, it's money. For some, it's fun. For others, it's success or power or science or knowledge or beauty or popularity. For some, it's love or sex. For some, it's their family. But the Bible says, all things were made by Jesus and for Jesus. This means we were created to worship, but there is only one who is really worthy of our worship. That's why nothing else in this world satisfies. We keep on looking, we keep on striving, we keep on buying, but nothing delivers. Nothing brings us that deep satisfaction that we long for. But when you live your life with Jesus as the center, you're doing exactly what you're created to do. You're right in the place you're supposed to be. So the irony is that when we give our lives over to worship Jesus, that's when we actually find ourselves. Everyone worships, but we were made to worship just one. Angstige stilte. Draai even 2 minuten naar je buurman, je buurvrouw en stel gewoon eens de vragen. Wat herken je? Merk je in je hart dat je gemakkelijk iets anders groot maakt of aanbidt dan God? Of vraag het gewoon aan je buurman. Aanbid jij Jezus? Wat helpt jou om hem meer te aanbidden? En waarin merk je dat je Jezus uit het oog verliest? Dus even 2 minuutjes gewoon. Vraag het aan je buurvrouw en je buurman.
Ja? Mooi om even twee tellen gewoon met elkaar iets te delen. Van wat... Waar gaat aanbidding om? En nu hebben we natuurlijk jullie de ruimte gegeven om zelf te gaan praten. Dus nu is het afgelopen. Weet je, ik noemde net, in de eerste helft noemde ik al... Mooi is dit, hè? Wij waren van voren heel spannend van, zou dit gaan werken of niet? En nu moet ik echt praten. En, iedereen is zo mooi in gesprek, echt mooi. Maar ik noemde net in de eerste helft al misschien aanbid jij je auto wel. Nou, dat kwam ook voorbij. Wat aanbid jij? Is er iemand die iets wil delen wat jullie net besproken hebben? Gewoon even kort iets wil delen? Om anderen te dienen? Ik zou even vertellen, Marcel en ik zaten te praten. En ik noemde al, toen ik Marcel voorstelde, van ja, geloofsrusting is natuurlijk zo'n kindje. Toen zei hij, ja, dat aanbid ik eigenlijk ook wel. En ik werk in de bouw. En soms ben ik best wel succesvol, dat aanbid ik ook wel. Maar wat helpt ons dan om Jezus te aanbidden? Wat helpt ons dan? En toen kwamen we tot de conclusie dat... Marcel noemde een dagboek. Maar ik zat net een gesprekje in de pauze ook. Vooral als je door een dagboek of door een Bijbel... Jezus zie. Dat Jezus kwam om het afschot te zoeken. Of om jou te zoeken of om mij te zoeken. Maar als wat niet meer waard is, om naar Jezus te kijken. Gewoon naar hem kijken. Dat helpt. Door een dagboek, door een Bijbel. Is er ondertussen iemand die ook iets wil delen? Ik heb ons gesprek zomaar zonder overleg hier op tafel gegooid. Er zijn heel erg veel vragen binnengekomen. Als er niemand is, dan gaan we daar naartoe. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik één ding nog met Marcel bespreken. Jij hebt net in je lezing een opmerking gemaakt. Die wordt je erg kwalijk genomen. Ik snap dat je de opmerking maakte, maar ik ving hem op van iemand dat uiteindelijk is er zo meteen in het Koninkrijk van God zijn we dan. En dan zijn we bij Jezus. En dan zegt Jezus tegen ons, zie je wel dat ik geen egoïstische idioot ben? Die persoon met wie ik sprak, die vond het totaal geen Bijbelse taal. Die zegt, ja, dat is taal van de hel. Die wordt in die heerlijkheid van God helemaal niet gesproken. Zou je eens willen reageren? Oh ja. Want het is wel, ik snap de context, maar ja, het is wel... Oh ja, zeker, ik snap hem ook. Sterker nog, ik heb in de voorbereiding getwijfeld, moet ik dat hele citaat er überhaupt erin stoppen? Wat zei je? Nou, ik heb hem heel bewust wel ingedaan, dus het was geen slip of the tongue. Ik heb het overwogen en ervoor gekozen om het wel te doen. Recent heb ik in de media gezien dat als christenen in de media komen, dan wordt het spannend. En heb ik ook gezien dat God echt... Dat het gewoon blasfemisch wordt. Dat God echt belachelijk gemaakt wordt en weggezet wordt. En noem je het idioot, noem je het dwaas, noem je het... Kijk, in de Bijbel komen de woorden voorbij als rakka en dwaasheid en uitzinnig. Ja, dat had ik natuurlijk ook kunnen gebruiken. Alleen dat is niet de taal van 2019. Dus ik heb ervoor gekozen om zo'n woord... Ook feitelijk gezien, omdat Eric Ries het zegt, een egomaniac... Ja, ik heb zitten kijken van hoe ga ik te vertalen. Ja, een egoïstische maniak. Wat is het woord maniak? Ja, mafketel, dwaas, idioot, gek, dat. Denk, ja, als ik Ruiz wil citeren, moet ik toch wel echt iets in die hoek zoeken. En ik dacht, wat wil ik duidelijk maken? Je kunt niet onschuldig een kerkganger zijn, in een kerkdienst zitten... en zeggen, ik schop er niet tegen, ik loop er niet van weg, maar ik aanbid het ook niet. Dat kan niet. Dat kan nooit. Dan maak je God uit voor... En dan hoef je niet mijn woord te gebruiken. En trouwens, het was niet mijn woord. Hè? Het was een citaat van Eric Ries die weinig met Jezus heeft. Tot niks. Maar dan maak je hem uit tot een... Nou, dan mag jij een ander woord gebruiken. Als jij zegt, nou, het woord dwaas vind ik toch wat leuker klinken. Dat God een grote leugenaar is, vind ik prettiger klinken in mijn oren. Dan egoïstisch idioot. Prima. Maar volgens mij is de zaak hetzelfde. Een hart wat hem haat. En echt niks met hem moet hebben. En dat was het punt dat ik wilde duidelijk maken. Dat heeft Erik. En ik heb dat hart in mijn eigen leven ontdekt. En als jij dat hart in jouw leven niet ontdekt.
en jezelf voorhoudt dat het met jou nog zo erg niet is, dan ben jij een. En vul maar een woord in wat je past. Als je maar niet te lief bent voor jezelf, dan hou je jezelf voor de gek. Hou jezelf voor de gek. Kunnen die woorden, zoals ik ze heb geciteerd van Eric Ries, kunnen die anders verwoord worden? Kan dat? Ja, dat kan zeker. Ik heb dat woord egoïstische idioot nog nooit gebruikt. Het is omdat ik het las bij Eric Ries dat ik hem gebruikte. Maar in de Bijbel kom ik hem voortdurend tegen. 1. Dat Jezus op de jongste dag openlijk zal displayen, zichtbaar zal maken. Dat allen die hem belachten, allen die hem belaagden, allen die met hem de spot drijven, dan gaat God de grote spotter zijn. Dan gaat hij lachen als zij in het verderf gaan. Dat past er niet bij mijn godsbeeld, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar ik zie het in de Bijbel terugkomen. Dat God hen die hem voor dwaas uitmaakten, dan zal zeggen. En wie is er nu de dwaas? Tenzij jij me zegt, Marcel, die Bijbelteksten kom ik niet tegen. En God gaat het op de jongste dag echt allemaal heel vriendelijk en heel aardig doen ten opzichte van hen die hem hebben gehaat tot op het bot. Al zaten ze dag in dag uit en week in week uit in de kerk. Ik kom iets anders tegen. Het is scherper dan mij lief is. Het is concreter dan wat ik graag zou willen zeggen. En nogmaals, als het om die twee woorden zit, egoïstisch en dat andere woord, die wil ik zo wegdoen. Maar ik zat ook in de pauze, en ik heb hem al namelijk meer teruggekregen. Ik zat wel even te twijfelen. Het is voor mij vrij makkelijk om die woorden gewoon terug te nemen en zeggen, ja, weet je, misschien niet zo, wat jij zegt, misschien niet zo'n handige keuze. Had ik beter niet kunnen doen. En weer over tot de orde van de dag. En dan gaat mijn punt weg. En mijn punt is niet zo'n heel groot ramp, maar dan gaat het punt van Jezus ook weg. Het zit hem niet vast op die twee woorden, maar het zit hem wel vast op de zaak. Dat wij God als een leugenaar uitmaken. God uitmaken als een dwaas. God maken als iemand die maar wat brault. Als jij die woorden prettiger vindt en een andere realiteit vindt voorstellen dan egoïstisch idioot, prima. Als je het maar wel laat staan en rekenschap aflegt in jouw hart ten opzichte van die God, hoe je ten opzichte van hem staat. Of je in de lijn van Eric Ries zit, of dat je ingewonnen bent door genade, net als C.S. Lewis. Dus ik hoop dat je dat voelt. En daarom ben ik zo terughoudend om mijn woorden terug te nemen. Dat is niet uit arrogantie of zo, of uit hardheid van hart. Echt niet, echt niet. Ik zoek al gauw de middenweg, meestal, en ik wil al gauw verzoenen. Maar in dit geval ben ik bang dat dan het punt wegvalt. Dat buiten het aanbidden van hem en de vreugde in hem vinden, we hem uitmaken voor een dwaas en een leugenaar. Is er iemand die erop wil reageren? Ja? Gewoon een kleine toevoeging hoor. Alleen wat ik dan ook wel mooi vind is dat gewoon een dergelijke vraag naar voren komt. Want sommige mensen kunnen er ook gewoon mee zitten. Hè? En stel dat ze hier komen en ze komen met zo'n vraag. Er wordt nooit beantwoord bijvoorbeeld in een kerk of iets dergelijks. Dan zullen ze denken, ja, al dat christendom is maar niks. Welke vraag bedoel je? Nee, ik snap wat je bedoelt. Want bij jij, daar zijn wij in principe wel goed in niet-kerkelijk taalgebruik. Dus het is wel goed dat we dit een keer bespreken. Ja. Nee, ik ben het helemaal met jou eens. Ja. En dat is misschien ook wel de reden. Nou, ik hoorde hem en toen dacht ik, nee, deze moet ik even aan Marcel voorleggen. En ik ben zelf ook iemand die nog wel eens niet-kerkelijk jargon gebruikt. Dus ik denk inderdaad goed. Iemand anders nog, want er zijn nog veel meer vragen. We hebben heel weinig tijd nog. Mag ik er nog één ding over zeggen? Dat wil ik, misschien helpt het. Als jij iets zegt, dan duurt het altijd nee, zo lang. Nee, deze klopt. Daar heb je wel weer heel erg eens. Ja. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, heb ik gezegd. Ja. In de hemel dus. Ja. Ja. Dat jij en ik en de Heer Jezus dus in. Ja. De kaart bestellen. Ja. Van, hè, zie je nou dat ik niet zo'n egoïstisch idioot ben? Ja. En dat ik persoonlijk geen taal. Nee, klopt. Die taal wordt in de hemel niet gesproken. Ik sprak gisteren een jongere die zei. Die stelde deze vraag op een iets andere manier. Dat ging natuurlijk niet over deze term, want dat heb ik buiten vandaag nog nooit gebruikt, die twee woorden. Die vroeg zich af hoe het zal zijn als we straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Zullen wij dan als verloste zondaren rondlopen en niet weten van ons eertijds? Van het feit dat we in een bedeling hebben geleefd waarin zonde, dood en ellende ons leven hebben gedomineerd. En kwam tot de conclusie dat het helemaal goed en helemaal geweldig en helemaal gaaf zal zijn. Gaaf in de zin van volmaakt en schoon en goed. Maar dat het niet anders als kan zijn. Dat als we naar de wonden van Jezus in zijn handen kijken, moeten concluderen. Het waren onze vervloekingen.
Het waren onze verwijten. Het waren onze dwazenij sprekend richting hem. Het hem belachelijk maken, hem het hem belachen, het hem uitmaken voor leugenaar, waarom die spijkers in zijn handen zitten. Ik kan niet voor eeuwig hem loven en prijzen als ik me niet kan bedenken dat er een tijd is geweest waardoor hij nu nog steeds die tekenen in zijn handen draagt. Zal hij deze woorden gebruiken zoals ik ze zeg? Geen idee. Zal hij het me in mijn oor fluisteren? Ik hoop het. Maar die voorstelling van zaken, daar gaat het me nog niet eens zozeer om. Maar dat God ten opzichte van de goddelozen zal zeggen, ik lach je uit omdat je mijn levenslang mij hebt uitgelachen. Nu lach ik in jouw verderf. Dat zie ik gewoon letterlijk in de Bijbel terugkomen. En of de Heere Jezus ook daadwerkelijk in mijn oor fluistert, of hij ook daadwerkelijk die twee woorden gaat gebruiken, weet ik niet. Misschien kijkt hij alleen maar. Zullen we dit gesprek afronden? Want het punt is dat verwoord is, dat is vooral... Dat ik die twee woorden bij de Heer Jezus in de mond leg op de nieuwe hemel. Dat is. Ja. Nee, maar... Dat weet ik niet. Ja, maar het is toch heerlijk als de Heer Jezus je aankijkt en dat zegt. Tenminste, in de zin van... De Heer Jezus citeert jezelf dan eigenlijk, uit een eertijd. Want dit was een citaat... Ja, maar ik zou zeggen, dit is mijn invulling op in lijn met de Bijbel. Als dat verwarring veroorzaakt, dan laat ik hem... Dat is zoiets wat ik graag laat gaan, zou ik zeggen. Als dit verwarring veroorzaakt bij sommigen van jullie, dan zou ik zeggen... ik weet niet of ze hem nog kunnen knippen bij YouTube. Maar dat mag er voor mij wel uit. Dat is mijn punt niet bij die opmerking. Ik wil naar een ander onderwerp, Marcel. Want er zijn nog heel veel vragen. Dus een van de vragen, en die heb ik ook al meer gehoord... En dat, je hebt hem iets benoemd in je lezing, maar de vraag is, God is toch ook wel gericht op mensen? Niet om de eer van mensen aan te geven of op een voetstuk te zetten, maar hij heeft ons toch niet voor niks geschapen? En ik hoorde in de pauze nog de vraag van, hij heeft ons niet voor niks geschapen, maar hij heeft ook nog zijn zoon gegeven om ons nog eens een keer te redden. Ja, nee, klopt. En dan zingen we het lied, zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn enige geboren zoon God tot hel van een verloren stond, omdat hij ons zo kostbaar vond. De Heer Jezus vond ons heel kostbaar. Mag je dat niet zeggen? Laat ik zo zeggen, als we het zingen op een avond, zing ik wel mee. Maar het triggert mij ook wel. Was het werkelijk, omdat wij zulke parels van grote waarde zijn, dat hij vanuit de hoge hemel zich vernederde? Is het werkelijk omdat deze mens, die in een pakje aan nog wat lijkt, omdat ik zo kostbaar ben? En ben ik daarom gered? Ja, ik kom het in de Bijbel niet tegen. De citaten die ik heb gegeven, Jesaja 43, vers 7. Wat staat daar? Hij heeft ons gemaakt. Waarom? Omdat wij zo geweldig zijn? Nee, hij heeft ons gemaakt tot zijn eer. Kijk, en zodra er ook iets komt te liggen bij mij... Dit klinkt een beetje rigoureus, maar dat is het ook wel. Er gaat namelijk fundamenteel iets mis als wij onze reden van bestaan in onszelf gaan vinden. Als wij waarde en identiteit en vreugde gaan vinden in onszelf. Dat is wel wat de maatschappij voortdurend wil oproepen, waar de hele psychologie mee vol zit. Maar ten diepste is het leeg. Je krijgt het niet waargemaakt voor jezelf om het vol te houden. Met jezelf te knokken en met jezelf waar te maken. Als de waarde in jou ligt, als jij zo geweldig bent, als jij in jou moet geloven en jezelf moet verdedigen, whatever. Dat ga je niet volhouden. Zeker niet in eeuwigheid. Ik ben tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk waarde is in mensen. En dat mensen wel degelijk zeer kostbaar zijn. Maar dat dat ontleend is aan het feit dat ze het maaksel zijn van een schepper. Dus jouw waarde, jouw identiteit, ook op mens, zelfs met iemand die niks met Jezus heeft, die God haat, zie ik grote waarde en grote kostbaarheid. Maar waarom? Vanwege die mens? Nee, vanwege het feit dat hij iets laat zien van het beeld van God, alhoewel het kapot en gebroken en vol zonde is. Maar het lijntje moet altijd wel weer naar God toe. Want anders ga je mensen krijgen die los van God van zichzelf zeggen, ja, maar ik heb een reden van bestaan en ik heb zingeving in mijn leven, ik heb waarde, ik heb identiteit en ik heb niks met God. Ik denk, ja, maar alles wat je bent, ben je dankzij hem. En het gekke is dat niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk, we dat vaker moeten zeggen. Ik kom te veel preekjes op YouTube tegen en te veel liedjes op YouTube tegen. Misschien moet ik dan wat minder op YouTube zitten. Maar ik kom te veel preekjes tegen in onze gezinten en veel liedjes tegen, waarin de waarde te weinig bij hem ligt en te veel bij ons komt liggen. En die vraag... Ik wil reageren? Of ja, mag, die, zeker. Die zegt, ik herken dit of...
Het is zo grappig, hè? Lennart, die wordt zondag 20. En toen hij 12 was, liep hij ook al met de microfoon in de zaal. Al 8 jaar ervaring, dat zie je ook. Ja, nee, de snelheid zit er goed in. Jij mag reageren. Want ik bij deze vraag en dit antwoord komt ook een beetje de gedachte naar voren. Van joh, het evangelie is toch juist van joh, als je tot geloof komt en tot wedergeboren wordt, dan sterf jij en staat Christus toch in jou op. Wat voor een eer zit er dan in jou? Niet. Maar je bent dan ook een geliefd kind van God. Een geliefd kind van God in hem. Precies, dat is precies wat ik bedoel te zeggen. Dus je bent veel. Ja. Hè, dus ik verpul van niks. In de zin van, ik verpul van alles wat meent te staan, terwijl het niet kan staan dankzij zonder de kracht van God. Maar die vraag is niet weg, zie ik. Maar die vraag, ik neem hem niet helemaal voor mijn rekening van die vraag. Hè. Hoe ga ik dat nou goed zeggen? Ik hoop dat je dat voelt. Dat ik niet zeg, een mens heeft geen waarde en een mens is niet kostbaar. Want er staan ook passages in Jesaja dat God wel zegt dat we kostbaar zijn in zijn ogen. Maar dat is wel omdat hij ons heeft vrijgekocht. Omdat hij ons vaten maakt tot zijn genade. Omdat hij ons maakt tot middelen die hem de glorie toebrengen. En dan zijn we zo kostbaar als wat. Maar dus dat moet je wel blijven zeggen. Is er nog een vervolgvraag, zit er ook in. Want Gods liefde voor mensen, Die neemt daar heel vaak ook mee de straat op om het evangelie te delen. En er zit een vraag in, het is onze grote opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Hoe maak ik dat dan praktisch in aanbidding? De nuance is net iets anders, maar we hebben het over aanbidding van God. Het draait allemaal om de aanbidding van God. Ik denk dat ik het dan goed vertaal. Maar als het alleen om de aanbidding van God gaat en ik ga ermee de straat op. Hoe ga ik dat heel praktisch maken dan? Want kijk, het is heel makkelijk om te zeggen, ja, er is een God die jou lief hebt. Dan ken je overal de straat mee op en dan wil iedereen horen. God houdt van je. Dat is heel makkelijk. Maar hoe maak ik dat dan praktisch? Dat het om de aanbidding van God gaat. Oh zo. Nu valt het kwartje pas. Dus ik begin ook nu pas met nadenken. Ik kan natuurlijk niet de straat op gaan. Dan kom je bij die egoïstische God uit. Dat is eigenlijk jij noemde dat al iets in jouw lezing. Het is een heel lastig onderwerp om te gaan evangeliseren met een egoïstische God. Ja, dat is ook zo. Ik vind het zelf ook wel eens ingewikkeld. Met die God die zijn zoon zond. En te zeggen, ja, maar dat zo lief had hij deze wereld. Dat is heel makkelijk om daar met de straat op te gaan. Ja, is dat zo? Want waarom had God de wereld lief? Of maken wij het te makkelijk? Of maken wij het te makkelijk? Oh nee, zeker. Ik ben de laatste die zou zeggen dat je niet ruimhartig mag spreken over Gods liefde en genade en zijn ontferming en barmhartigheid. Dat zijn allemaal eigenschappen van God die ook bij hem horen. Dus als je het hebt over zijn jaloezie, dan moet je het ook hebben over al die andere aspecten die ook in de Bijbel staan. Ik roep jullie van harte op om Bijbelchristen te zijn. Dus dan moet je niet door mijn speech je in eenzijdigheid laten sturen. Maar ik word gevraagd om over aanbidding te spreken en over de eer van God. Dan heb ik het daarover. Maar zeker kun je in evangelisatiecontext met mensen prima spreken over dat God, Lucas 15, als een vader uitstaat kijken om je weer terug te halen, om je weer in het hemels huisgezin deel te laten zijn. Kun je allemaal prima zeggen. Alleen bij alles kun je de vraag aan stellen, en waarom dan? Wat is het doel van Gods verlossing? Wat is het doel van het feit dat God zijn liefde geeft? Wat is het doel van het feit dat de zon opgaat over rechtvaardigen en goddelozen? Wat is het doel van alles in die hele Bijbel? Wat is het doel van de verlossing? Wat is het kerst? Noem maar, wat is het doel? Wat is het doel van zijn liefde ten opzichte van mensheid, zijn barmhartigheid, zijn genade? Wat is het doel? En dan kun je maar één antwoord geven. Die Bijbels is. Tot eer van zijn naam. Omwille van mijn naam. En soms lijkt het wel alsof de Heere God bijna bang is, zeg ik even fout gezegd, bijna bang is dat je hem verkeerd begrijpt. En dan herhaalt hij het. Omwille van mijn naam, omwille van mijn naam. Psalm 111 ook. Niet om uwentwil, maar mijn grote naam. Ja, weet je, daar wordt mijn egoïstische, zelfgerichte, zelfzuchtige, zelfgecentreerde, arrogante, hoogmoedige, ja, zondige hart, wordt daar zo mee gecrushed. Daar komt zo'n enorm kruis overheen te staan, dat krijgt geen lucht. Maar alleen, jij noemde het al,
bekering en geloven, een christen zijn en worden, is niks anders als sterven en met en in Christus in een nieuw leven opstaan. Dat is ten diepste waar het christendom om gaat. En dat gebeurt dan ook. En dan ga je het in je hart en in je leven die strijd ervaren. Van dat oude ik wat zichzelf te gelden laat zijn. En dat nieuwe wat geboren is. Wat de geest van God in je werkt. Zeg van, maar aan u zij alle eer tot in eeuwigheid. En daar ben ik het voor 200% mee eens. En waar ik wel naar uitzie. En de ene dag wel meer dan de andere. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Dat ik van die strijd af ben. Dat ik, zoals ik mezelf nu hoor praten, ik zit tegen jullie wat te vertellen, maar ik hoor mezelf praten. Ik denk, man, je zit al een beetje mooi te vertellen, maar zo leef je echt niet iedere dag. Zo ligt dat ook niet altijd in je hart zo, op deze manier. Want maar wat graag breng je jezelf te gelden? En maar wat graag wil je zelf, figuurlijk nu, maar geestelijk, of letterlijk nu, maar figuurlijk is het veel problematisch, op een podium staan. Dat hart wil zich zo, dat vlees wil zich zo te gelden brengen. En wat is de verlossing van Christus? Wat is het werk van de Heilige Geest in mijn leven? Dat ik vreugde vind in hem en mijn leven tot eer van hem is. Daar gaat het allemaal om. Dus ik zou zeggen, al die aspecten die je noemt, blijven allemaal staan. Stop daar ook vooral niet mee. Want ik snap natuurlijk dat je afgelopen week bent gestart met dat gesprek met je collega. En dat je vorige week met die medische tent een geweldig gesprek had tijdens de lunch. En daar had je het juist over die liefde van God. En dat het zo heerlijk is om met hem te leven. Vooral doorgaan. Maar als die jongen of die dame op een gegeven moment vraagt, maar waarom dan? Waar is het allemaal goed voor? En als het dan nooit komt, na 10 gesprekken nooit komt tot de clue, omwille van zijn naam en aan hem zij alle eer tot in eeuwigheid, als het daar nooit toe komt, ben je een slechte evangelist en een slecht christen. Omdat je de kern van je redding niet hebt begrepen. Je dacht dat het om jou ging. Maar God redde jou, zeker jou, maar hij redde jou vanwege hem. En in hem vind je ook je vreugde. In jou vind je het nooit. Ik vind het niet in ieder geval. Ik vind het niet. Ik raak vaak teleurgesteld in mezelf. Ik maak het niet waar. En hij maakt het niet anders dan waar. En dat moeten we volgens mij iedere dag weer leren. En vind ik een moeilijke boodschap. Maar het is wel waar. Het is wel waar. We moeten gaan afronden, Marcel. Lang niet alle vragen zijn beantwoord. Ze mogen appen, mailen, bellen. Ja. Nou, bellen niet. Maar appen wel. Marcel, en mailen ook. Marcel, Facebook. Chatten. Chat hem helemaal vol. Ja, absoluut. Zeker doen. Zeker doen. Het thema is aanbid aan Jezus. Maar wie is Jezus voor jou? Oh, dan moet... In 10 minuten, hè? Nee. Dan ga ik eraf. Laat ik afsluiten met waar ik me... Dat klinkt als herhaling, maar dat is wel zo. Ik sloot af met aan het eind van mijn lezing, hè, met van als we op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wandelen, waar recht en gerechtigheid heerst en Christus alles en in alle is. Nou ja, of je dan letterlijk zal fluisteren, dat laten we dus even in het midden. Hè. Daar moeten we geen strijd over voeren. En welke woorden die precies gebruikt, moeten we ook allemaal laten liggen. Maar ik vind zo, al zou ik hem niet eens spreken. Al wel een hele eeuwigheid, dat zal toch wel een keer, van komen. Maar als ik hem alleen al zie, van aangezicht tot aangezicht, dat is wel heel bijbels. Nu geloven wij, maar dan zien we van aangezicht tot aangezicht. Als ik hem dan alleen zie, ik weet niet hoe dat is, ik kan me dat moeilijk voorstellen. Maar ik hoop in zijn ogen te zien. Misschien hoor ik het niet. Misschien fluistert het niet. Maar ik hoop in zijn ogen te zien. Marcel, ik ben jouw Heer en Koning. Ik ben jouw verlosser en redder. Ik ben je zaligmaker. Ik ben je vrede en je vreugde. En je volmaakte vervulling. En op aarde was dat met ups en downs. Heb je daar iets van gezien? En nu ga ik je dag aan dag overladen. En het mooiste is, niet alleen jij ervaart die volle vreugde en vrede. Nu volmaakt. Kijk naar rechts, kijk naar links, allemaal vol. De ene een vingerhoedje vol van genade, de ander een regenton vol van genade, maar iedereen vol van de heerlijkheid van God. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik verlang daar te weinig naar. Ik gun mij, je citeerde me, maar ik gun mijzelf die vreugde en dat verlangend uitzien naar te weinig. Omdat ik denk dat ik druk moet zijn met andere dingen. Ja. Dat is dom. Dat is dwaas. Dankjewel, Marcel. Dank je. We willen jou graag bedanken. En ik geloof, ja, kijk, kom verder. Er komt een bloemetje uit de coulissen. En dan zeggen ze altijd, die is voor je vrouw. Omdat ja, je niet bent, maar dan zal jouw vrouw al veel bloemetjes krijgen. Ja, dat klopt. Ja. Maar en dan zeggen jullie, kijk, ik heb er eentje meegenomen. Dan zeggen ze, ja, die heb je gekregen, die telt niet. Ja, maar hij staat wel mooi, ze is er altijd heel blij mee. Dat maar geniet er zelf ook van. Doe ik. Dit is voor jou, Marcel. Ja, dank je. Ja. Dank je. Alsjeblieft, willen je bedanken voor de avond, voor de beantwoording van de vragen ook.
Ik denk dat het scherp was vanavond, confronterend. Maar ik hoop dat we mee mogen nemen wat de Heilige Geest vanavond tegen ons heeft willen zeggen. Absoluut. Door de Bijbel heen. Ja, mooi. Goed gezegd. Ja. Wil jij met ons afsluiten? Dan willen we jou nog even toezingen. Ja. Dat zingen eerst of dat bidden? Nee. Eerst bidden en dan zingen. Houden, want dat houden we natuurlijk toch, wel. Toch? Nee, maar Marcel die doet heel veel, ik noem de geloofsrusting met LC Highway. Marcel is overal met jongeren in beweging. Dus laten we dan zo meteen toezingen dat de zegen van de Heer op hem daalt in zijn werk. Wil je met ons bidden, ja? Sorry, voor Janneke. Dankjewel. Goed, laten we bidden. Heere God, er is een hele hoop gezegd vanavond. Een hele hoop gedacht. Veel uitgesproken. Misschien ook veel niet. U was erbij. U heeft ons gehoord. U heeft ons gezien. U heeft ons hart horen kloppen. Wat verlangt naar vrede en vreugde, maar het maar niet kan vinden. Heeft ons hart gehoord wat verlangt naar vrede en vreugde, want we hebben het al zo vaak gevonden in u. Maar we slaan onszelf voor het hoofd, waarom zijn we iedere keer weer weggelopen? Waarom verliezen we die eerste liefde zo vaak weer? En Heer, u heeft ons hart gehoord als we vanavond het hoorden en door middel van een lied, door middel van een woord, door middel van een tekst, ons hart harder dan ooit klopte vanwege de genade die we hebben ontvangen in uw Zoon Jezus, Vader. Heer, hoe ons hart ook klopte vanavond, het klopte. En laat het vanaf vandaag, als dat nog niet zo was, kloppen tot eer van uw naam. Heer, win er ons voor in. Ons gebroken en kapotte en rebelse hart. Maar win ons hart er iedere keer weer opnieuw voor in. Dat in u en u alleen de ware vreugde gevonden wordt. En dat alleen wanneer we u verheerlijken en u geëerd wordt wat u toekomt, dat daarin en daardoor ons hart werkelijk vervulling en vreugde vindt. Heer, leer ons dat geheim één keertje kennen. En daarna iedere keer dat weer opnieuw willen ervaren. Zien, herzien, opnieuw geloven, opnieuw vertrouwen. En Heer, doe ons ook verlangend uitzien naar die dag. Die spoedig komt, u heeft het beloofd. Dat u alle dingen nieuw maakt. Dat niemand u meer bespot. Dat niemand u meer voor dwaas uitmaakt. Dat ons eigen hart u niet langer tegenspreekt, maar dat u alles en in alles zult zijn. Heren, wilt u er in ons hoofd en in ons hart ruimte voor maken, dat we eraan kunnen denken, dat we ervan kunnen dromen, hoe het zou kunnen zijn. We kunnen er ons geen flauw voorstelling van maken, maar het gaat heerlijk zijn. Het gaat zo mooi zijn. Het gaat iets zijn van wat we nu al deze aarde af en toe ervaren, die intense vreugde, die nabijheid dicht bij u. Heer, wilt u ons zegenen op de plek waar we zijn, of we nou binnen de kerk actief zijn of buiten de kerk actief zijn. Heer, of we veel met christenen omgaan of juist niet zoveel met christenen omgaan in onze vriendenkring of werk. Heer, maar wilt u ons tot een zegen stellen op de plek waar we zijn? Wilt u ons wijsheid en woorden geven als we een kans hebben om groot te spreken van de vreugde die er is in de verheerlijking van uw naam? En maak onszelf ook steeds meer als vaten van genade. Levend van genade en levend in de hoop dat u spoedig weer terugkomt. Heer, dank u wel voor deze avond. Wilt u datgene wat niet goed was of niet zorgvuldig genoeg uitgesproken was, misschien wel bedacht, maar toch ondoordacht. Heer, u weet het als het volmaakst wat wijsheid was en wat niet. Heer, neem weg wat zondig was, maar houdt u vast en werkt u door, drukt u door in onze harten wat waar was, omdat het uw woord was. Heer, laat ons niet onder uw claim van aanbidding weg kunnen kruipen, maar hou ons gevangen in uw armen. Dat bidden we u en smeken we u in Jezus' naam. Amen. Thank you.
Marcel, ontzettend bedankt, jongen, dat je vanavond hier was. En nee, we hebben het gezongen, of dat God zegen in jou daalt, in al je werk wat je mag doen. Mooi. Mocht je nog vragen aan Marcel hebben, ik zei het al, Facebook, chat, noem maar op. Ik zal je alleen één ding waarschuwen, hij is hier getypte tekst zeker zo uitgebreid als op het podium. Ik volg wel eens discussies die Marcel op Facebook volgt, maar dat zijn ook lange teksten. Maar, ja, maar ik nee. Maar ik moet wel zeggen, zo'n avond vliegt wel voorbij. Lang niet alles is besproken. Het is al heel laat, veel te laat. Maar toch, het vliegt voorbij. Mocht je hier nu zitten met vragen, ga niet weg met vragen in je hart. Er zijn allemaal vrijwilligers met badges. Marcel is er, Dave, Gerco, ik ben er. Ga niet weg met vragen in je hart. En als wij er niet meer uitkomen, dan gaan we samen op onze knieën en dan vragen we aan God, onze Heren, of dat Hij onze vragen gaat beantwoorden. Maar ga vanavond niet weg met vragen in je hart of met onrust in je hart. Ik wil deze avond afsluiten met een van de meest gelezen Bijbelteksten. En daarin laat God wel iets aan jullie zien. Dat zijn de woorden uit Numeri. De Heere zegene jou. Hij behoede jou. De Heere doet zijn aangezicht over jou lichten en hij zij jou genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. En ik zou zeggen, met die beden mogen we naar huis gaan. Maar de Heere gaat nog één stapje verder. Want de priesters moesten iedere dag dit uitspreken. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. En dit zijn de woorden van God. Daar mogen we mee naar huis gaan. Maar we gaan eerst nog zingen. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Ga lekker naar huis toe. Neem nog wat te drinken, te eten. Anders blijven de dames daarmee zitten. Volgende keer is... Welke datum is de volgende keer? 15 februari. En dan komt dominee Hak. Dominee... Peter Hak. Oké. Peter... Wat gaat hij eigenlijk?
Dominee Hak komt 15 februari, op dezelfde plaats, dezelfde tijd. 15 februari, dominee Hak. 15 februari. Februari, zei ik januari? Dacht ik. Oh, 15 februari, dominee K. Klein Hak, sorry. We gaan nog wat zingen. En ondertussen gaan wel de vrijwilligers een beetje opruimen, want we hebben het veel te laat gemaakt. Maar dat maakt niet uit. We gaan nog 3 liederen zingen. Gloria God, 10.000 redenen. En ik heb in de dingen heel veel voorbij zien komen dat we daarna Lichtstad moeten zingen. Zo is elke keer. Tot over een maand. Doei!